De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen en vraagt daarom om ander onderwijs. Wie ben jij en wat doe je? In de podcastserie Dit is onderwijs vragen Chantal Mulder en Igor Verret als hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. Bedoel je dan op straat aan de deur of als dingen gebeuren? Want onderwijs is geen thema in de maatschappij, onderwijs is de maatschappij. Is de maatschappij. Van harte welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Dit is onderwijs. Wij hebben vandaag Margreet als gast in de studio. Welkom, Margreet. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Zou jij jezelf even willen voorstellen? Wie ben jij en wat doe je? Uh. Uh, mijn naam is Margreet Schouwenaar. Ik. Um, wat doe ik? Um, ja, op dit moment ben ik vooral aan het schrijven. Ik ja. ben altijd schrijfster geweest. Ik vier binnenkort mijn 35 jaar schrijfstersjubileum. Jeetje. Um, en ik schrijf kinderboeken en ik schrijf poëzie. Ik ben stadszichter geweest van Alkmaar. Uh, en dat is werk wat nooit stopt, gelukkig. Want ja. ik vind het heerlijk om te doen. En in de jaren daarvoor werkte ik als pedagoog bij in Holland de Pabo in Alkmaar. Op de Pabo ja. inderdaad. En dat ja. is de lerarenopleiding hè? Ja, leraar en school. Ja. Ja, ja, precies. Dus je hebt echt een hele diverse uh, achtergrond, eigenlijk. Zowel heel erg veel taal als pedagogiek. En volgens mij is alles taal. Dus pedagogiek <laughs> is ook taal en onderwijs is ook zeker taal. Hoe, ja. hoe je in staat bent, zeg maar. Over te dragen. Mm -hmm. En taal is daarbij echt een geweldig hulpmiddel, natuurlijk. Ja. Je kan niet staan te stamelen. Nee, precies. Uh, dus het is allemaal taal. En wat ik ook gelijk vind, is dat ik pedagogiek een soort wegwijzer vind. Maar ik vind boeken ook een wegwijzer. Um, want ze laten kinderen wegen zien die ze zouden kunnen kiezen, of dilemma's overdenken, of uh, thema thema's overdenken. Of, ja. Dus ik vind dat je kinderen nooit moet zeggen welke routes we moeten nemen, maar je moet gewoon eventjes lopen samen en dan kom Juist. je vanzelf de wegwijzers tegen. Nou, in die zin vind ik onderwijs en schrijven uh, aan elkaar gewaagd. Ja, en heel dicht bij elkaar liggen. Zeker. Ja, Mooi en gezegd. En taal is het woord niet, lees ik op jouw website. Zeker. Ja. ja. Dat is een doordenkertje. dan. Ja, en dat kan ik niet zo goed. Kun jij hem uitleggen? Oh. <laughs> ja. Taal is het woord niet. Nee, want taal is een complex. Ja. Uh, voor een betekenis kan je wel tien woorden hebben. Ja. Um, dus zeg maar, taal is altijd de route die leidt naar betekenis. Precies. En het mooie daarvan is, is dat je uh, met elkaar zoekt naar hoe je die betekenis inhoud geeft en dat je daar ook over kunt praten. Prachtig. En de woorden ja. die je daarbij gebruikt zijn. Die ja, kunnen heel veel verschil maken. Ja, zeker. Ja. Mooi gezegd. Dit wordt vast een heel interessant gesprek, Ingo. Ik denk het ook. Ja, hè? Ja. Snel beginnen. We gaan beginnen. weet, ja. ik ga jou graag wat stellingen voorleggen. Ja. De eerste is, wat is volgens jou het doel van onderwijs? Ah, om het makkelijk te maken. Ja, lage drempel. het is gewoon een binnenkomen te koppen. <laughs> wat is het eerste wat in je ja. opkomt? Ja wat, ja. Uh, ja, wat is het doel van onderwijs? Ja, weet je, ik geloof niet zozeer in doelstellingen. Onderwijs rammelt natuurlijk van doelstellingen, allemaal doelstellingen die je aan het eind moet halen. Maar volgens ja. mij is onderwijs een weg die je met elkaar bewandelt. Daarom geloof ik ook heel erg in een leerkracht als gids. Prachtig. Um, en dat je met elkaar, jij, de kinderen, de klas, samen die weg gaat. En met twee strepen onder het woordje samen. Mm -hmm. Nou, dat is het doel. Het Eerste doel is dat je met elkaar op pad kunt gaan, ja, prachtig in vertrouwen. Ja, ja. en een stukje van die weg samen bewandelen zeker. als leerkracht en als leerling. Ja, dat is uh, daar zit de waarde aan zich al in. Ja, en dat is al leren, want, oh. wij, want wij doen niet zomaar samen. Dat is best heel ingewikkeld, hm. zeker in deze maatschappij, die toch tamelijk ik-gericht is, ja. uh, om dan weer samen te voelen. Um, als als schrijfster kom ik ook in heel veel klassen en dan zit ik achterin eerst, hè, of ik ga voorlezen en dan, dan is het zoeken in zo'n klas yeah. hoe je met elkaar op weg kan gaan. Precies. En dat is lastig. Ja. En toch is er een soort magie, waarvan ik vind dat elke leerkracht in het onderwijs die een achterzak moet hebben, een soort yeah. toverstof, yeah. dat je met elkaar op pad kunt gaan. Dat is het stuk wat je niet kunt leren hè, in opleidingen en uh, dat soort dingen. Dat is wat je gaat ondervinden omdat je inderdaad samen die, die, ja, die prachtige uitdaging die het onderwijs heet, aangaat. Ja, aan de andere kant weet je nooit wie er een tovenaar onder ons is. Want je kan... Ja. Kijk, ik kreeg allerlei studenten en dat vond ik altijd heel spannend. Elk jaar kwamen daar weer die nieuwe studenten. Ja, op de PAVO. Ja, precies. Ja. En dan keek ik naar ze en dan dacht ik... Goh. En dan praat je met ze en dan denk je... Nou, jij, jij bent een hele goeie en bij jou weet ik het niet. En bij jou heb ik grote twijfels. En dat kon je, daar kon je zo verrast door worden. Ja. Dat opeens ook een student waarvan jij dacht, nou, ik weet het niet. Dan, ik zal nooit vergeten, een heel klein tenger meisje, voor groep 8. Ze dorst nauwelijks iets te zeggen of ja. zich te presenteren. Ik ga haar voor de eerste keer op bezoek. Ik zie haar staan en daar staat me toch iemand. En toen dacht ik, oh ja. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Daar geweldig. vond magie plaats. Ja, dat is magie. Ja. En die kan je niet voorspellen, want anders was dat geen magie. Prachtig. En een stukje oordeel over elkaar uitstellen, hoor ik. Ja, zeker. Blijf, je, blijf open, blijf kijken, blijf je verwonderen. Ja, je hebt aan oordelen helemaal niks. Ik zeg ja. altijd, als je iets vindt, moet je het naar de politie brengen. En verder niet. Nee, en verder niet. Ja, ja. Of, of in je zak steken. Dat mag ook, toch? Mag dat je het vindt. houden, dat toch? Ja, ja. ja, je mag het <laughs> altijd ook wel houden als je iets vindt. Ja. Goed. Um, wat vind je zelf het belangrijkste dat jij zelf op school hebt geleerd, Margreet? Oh... Ik ben van een andere tijd. Hè. Ik weet dat ik in. Um, dat, dat is nu groep drie. Dus ik zat in. Uh, ja, in de eerste klas. De eerste klas, ja. ja. En ja. dat was zo lieve juf. Ja. Dat was ongelooflijk. Iedereen was dol op haar. En dat was nog de tijd dat juffen bij je op huisbezoek kwamen. En Dan was ja. mijn moeder een beetje zenuwachtig. En er werd er extra lekker op beleg gehaald. Uh. En dan zat ik aan tafel met juf. Ja. En op een gegeven moment, ik was hem tamelijk bleef. Beleefd en bedeesd kind, gooide ik de inkpot om oh, over jee. mijn rekenschrift. Ja, en ik dorst niet naar voren. Uh, uh, en ik, ik oh, alsof je verstijft van angst ben. Maar goed, ik wist dat ik naar voren moest. Dus uiteindelijk liep ik daar zo tussen die banken ja. door naar voren. Schoorvoetend. Schoorvoetend, ja. En ze keek me aan. En ze zegt: Oh, dat is even pech. We plakken er het grootste plaatje op wat we uh, kunnen vinden. Uh, nou, <laughs> dat ben ik nooit vergeten. Yeah. Dat je niet op je impuls als leerkracht... Ik ja. vertel dat voorbeeld ook vaak tegen mijn, leer, tegen mijn studenten. Ja. Dat je niet je impuls volgt van potverdorie of jij weer. Of maar dat je heel ontspannen ja. reageert. Ja. Een ongelukje kan gebeuren. Hè? Dat gaat altijd wel eens mis. Zo is Zo. Het. Zelfs als je wel drie keer op een dag een ongelukje hebt. Ja. Zo is het ook, Ja. ja. zeker. Leuk, interessant. Um, vind jij dat leren leuk moet zijn? Uh, nou, ik vind überhaupt dat leven leuk moet zijn. Het leven? Maar dan gaan we wel leuk definiëren. Ja. Laten we dat doen. Ja, want, want leuk is ook een route. Je weet pas wat leuk is als je ondervindt wat niet leuk is. Zoals ja. je pas weet wat makkelijk is als je iets heel moeilijks gedaan hebt. Mm -hmm. Dus het is een evenwicht. En dus als we uiteindelijk leuk en niet leuk op de balans leggen en ja. hij is in evenwicht, dan is het een topdag. Oké, okay, dus balans tussen leuk en niet leuk. Zeker. In gelijke mate. Ja, want het is oh. ook zo'n opdracht. Hè? Ik, ik vind in deze tijd, als je kijkt naar de reclames, als je kijkt naar alle boodschappen ja. die wij krijgen, we allemaal moeten leuk. leuk zijn mm. en geweldig. En voorspoed valt ons ten deel als we maar, daar zit het venijn. Nou, nee, dus leuk is iets wat we gaan ontdekken. Ja, dank. Um, als je iets zou willen toevoegen aan het huidige onderwijs, wat zou dat dan zijn? Rust. Echt, ja, meteen rust. Want uh, um, ik, ik, ik kom dus heel veel in klassen en in ja. scholen. Ja. En als je soms in de school komt, dan, dan voel je al de spanning heersen. Hè? En soms kom je in een klas bij een leerkracht en daar is rust. Mm -hmm. En waarom? Omdat ze niet alles willen en ook niet alles doen. Want alles is namelijk leren, je maakt van alles wat er gebeurt op een schooldag lesstof. Ja. Ja. En dan is leren een volkomen natuurlijk proces. wat je in rust kan doen. omdat je samen bezig bent met wat er voorvalt. Ja, en wat niet per se aangejaagd of opgewakkerd nee. hoeft te worden. Of um, uh, start op het moment dat je zegt. open je boek, pagina 68. Kareltje, lees jij de eerste regel eens voor. Plaatje en praatje. Nee, maar dat is het niet. Ja. Nee. ja, dank je. Waar moeten wij mee stoppen in het onderwijs? Nou, dan is het antwoord heel logisch. Met ons zo vol proppen. Ja. Met altijd maar weer. Dat verbaast me ook. Omdat ik al zo oud ben en zoveel ja. gedaan heb. Verbaast Ervader. het me. Ja, oh, dank je. We worden, ja, we worden nu wel nieuwsgierig naar die geboortedaten. Maar die is vast te vinden. Online. Die vragen we na afloop. Ja, die, ja. Dat is netjes, hè? Niet hier noemen. <laughs> niet, niet, niet oh, trof. dat nee. maakt niks nee. uit. Ja. ja. Um, nou ben ik de vraag kwijt. Ja, waar ja, ik waar ik mee stoppen, stoppen we mee? Je zegt het wordt volgepropt. Ja. Ja. Het wordt volgepropt, ja, maar ook elke keer met een soort nieuwe, nieuwe mas voor ons neus. Dat dat het lekkerste is. Van eigenaarschap tot gepersonaliseerd leren tot... Noem maar op, ervaringsgericht. Ik weet niet allemaal wat ik voorbij heb zien komen. Terwijl ik denk de essentie van onderwijs is alleen maar zijn in die klas en de weg gaan. En ik ben me ervan bewust dat leerkrachten een enorme taak hebben. Ze moeten van alles doen en mm -hmm. kunnen en weten. En ze moeten nou, ook ja. nog heel goed kunnen omgaan met ouders en met kinderen en met gedragsproblemen. Noem maar op. Dus ik ben een groot voorstander van zo'n leerkracht in de klas als gids. Ja. Die gaat. En vakleerkrachten die ondersteunen. Zodat je als leerkracht ook eens achter in de klas kan gaan zitten kijken hoe Pietje nou doet tijdens de muziekles ja. van Juffrouw Truus. Ja, dat... ja. het ja. stilstaan en kijken. Ja, stilstaan, kijken, hmm. observeren als een middel tot leren. Ja. Ook voor jou als leerkracht ja. leren. Ja, dank je. Um, het indelen op basis van een gemiddelde zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Ja, zeker. Duidelijk. Wij hebben vaak uh, wat, wat, uh, wat vragen van mensen over hoe, hoe bedoel je die stelling precies? Hoe interpreteer jij deze stelling? Nou ja, kijk, in het onderwijs wordt uitgegaan van een gemiddelde en dan zit je ja. onder of dan zit je boven. Ja. En daar hebben we allemaal constructies voor bedacht. En dan weet ik wat, je bent dus een zonnetje of een maandje ja. en je moet dan, je mag een, een, een plus, nou enzovoort. En dan ja. denk ik, jeetje. Wat ja. zijn we hier aan het doen? Wat zijn we aan het doen, ja. Want wat zijn we allemaal waardevol als dat nou eens het uitgangspunt is? Dus wat zijn we waardevol? En ik en ben een groot voorstander van goed kunnen rekenen, goed kunnen schrijven, goed, een, een goede taalbeheersing en een taalbegrip hebben. Maar dat kan je ook gedurende de hele dag doen. Ja, precies. En er is geen gemiddelde daarin. En er is geen gemiddelde. Er is natuurlijk wel het kind wat dat makkelijker of beter kan. En ja. een kind wat dat moeilijker kan. En dan hebben we met elkaar als klas een uitdaging. Hmm. Dank je. Mooi. Je pakt ja. de hele groep als verantwoordelijke. Ja, ja, zeker. Toetsen en cijfers geven werken demotiverend. Ja, dat kan twee kanten op, hè? Het kan ook juist motiverend werken, alleen is dat niet voor elk kind hetzelfde. Ja, dus ook daar stap ook, weer af van ja. een norm of zo of een gemiddelde. Ja. Kijk naar nou wat een, een kind zelf nodig heeft. Ja, of wat een mens zelf nodig ja. heeft ook. Ik had een student dat was een topper voor de klas. Wat, ja. wat, wat was dat een geweld? Maar ze haalde de rekentoets niet en die moet je halen. En ze, had ja. hem, ze had nog één kans. En toen stond ze huilend voor me en toen zei ze: Wilt u alstublieft meegaan? En ik zeg: Nou, dat is goed. Dan kom ik naast, naast je zitten. Ja. Ik zeg niks, ik doe niks, maar ik ben er wel. En ze heeft hem wel eens waar het over de sloot, mm. maar wel gehaald. Omdat dat was wat ze nodig had om zo'n enorme hobbel te nemen. We weten allemaal dat als we moeten presteren, mm -hmm. dat we minder presteren dan we eigenlijk kunnen. Ja. Dat wordt helemaal niet meegewogen. Nee, we doen continu wel een beroep op het presteren. Ja, precies. En ook is dat op een bepaalde manier presteren. Ja. En ik denk dat daar nog zoveel creatieve oplossingen voor zijn, die ja. je met elke klas opnieuw mag uitzoeken. Ja, precies. En we kunnen dus ook veel breder kijken dan ja. de huidige manier. Ja, dank je. Ja. Ja. De laatste is: kinderen worden nu prima voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Ja. Ja, daar hebben ze een mooie termen voor. Hè? Toekomstgericht onderwijs, het onderwijs van de 21ste eeuw. Ja. Uh, ik denk dat je nooit voorbereid kan zijn op de toekomst. En zeker niet nu we weten hoe onbetrouwbaar ook die toekomst is. Hè? Er verandert heel snel ja. heel veel. Ja. En we zitten in een soort kloof tussen. Dat is het beloofde land. Hè? Elke keer krijgen we het beloofde land voorgespiegeld. Mm -hmm. Allemaal een elektrische auto. Mm. Hoe heet zo'n ding? Een Tesla. En dan aan de andere kant is er. Is er een ongelooflijke onzekerheid over klimaat, over ja. oorlog. Hoe moet je daar als kind op voorbereid zijn? En ik geloof dat je kinderen kan voorbereiden op wat dan ook. Juist. Door uh, ze zelfvertrouwen te geven, door ze hun eigen kompas te laten ervaren ja. door ook heel bewust daaraan te werken. Toen ik ooit en dat is ook wel een tijd terug zelf voor de klas stond voor de basisschool ja. lieten kinderen een, een kompas tekenen en daar hadden we het over en dan zetten we richtingen erop die ze zouden willen en kwaliteiten en dat hingen we dan in de klas en ja. als we vonden dat iemand iets extra's had ging dat erbij dat gewoon dat. Ja. En dat, ik denk dat je zo kinderen op de toekomst voorbereidt. Wie ben je? Wat kun je? Wat wil je leren? Dat je het gevoel hebt dat je zelfsturend vermogen hebt en keuzes kunt maken. Je, jij zegt een heleboel dingen, en in ja. mijn ogen ontzettend waardevolle <laughs> dingen, over die toekomst. En de vraag was, worden kinderen nu prima op hun toekomst voorbereid? Wat jij nu schetst, uh, is dat de praktijk van alle dag? Zie je nee, dat gebeuren? Niet. Nee, zeker niet. Zeker niet. Mijn allerliefste kleindochter, het zonnestraaltje, het ja. elfje van het jaar, die ging naar de, naar, de, naar de eerste groep. En het eerste wat ze leert is strijden, is wedstrijdje, is winnen. Mm -hmm. Zo dat. Iets heel anders. Iets heel, heel anders. En het tweede wat ze leert is. Oh, en hij beet zomaar in zijn iPad. Nou, dat. dat Wordt je dan voorbereid op de toekomst? Dat is gewoon een cultuurschok. Als je uit een gezin komt waarin dit allemaal helemaal geen rol speelt. Nee, ik vind het niet. En ik vind dat heel veel leerkrachten, en ik wil niet iedereen overeenkomst scheren, zeker niet, maar zelf ook heel veel moeite hebben om overeind te blijven. Want wat is hun toekomst? Het is elke keer anders. Er is nooit rust om te kijken, wat heb ik gedaan? Om te evalueren, om ja. met elkaar te delen, om bij elkaar te kijken in de klas, om tips te geven. Om, het is allemaal geïnstitutionaliseerd. En waar zie jij mogelijkheden? Um, dat we, zeg maar, als school teruggaan naar het vertrouwen in de competentie van de leerkracht. Dat is één. Dat we. Uh, gaan bouwen aan school als een soort uh, uh, gemeenschap. Waarin we heel duidelijk hebben welke normen en waarden we nastreven, ook als team. En dat je dat als team voorleeft. Mm -hmm. dat zo, daar, daar start het. Een stuk ruimte, een stuk, nou toch, ik hoor me wel weer in: eigenaarschap <laughs> bij de leerkracht. Een stuk voorbeeldgedrag, een stuk waarde, uitleggen, voorleven. Ja. Ja. Ik vraag me wel eens af: hebben wij zelf als, uh, als volwassenen in, de, in deze maatschappij, of dus ook zelf als leerkracht, hebben wij zelf wel die vaardigheden geleerd of meegekregen? Absoluut niet. Dus dan wordt het wel een uitdaging om dat voor te leven aan. De nieuwere generaties. Ja, maar de Pabo's lijden natuurlijk onder hetzelfde. Ik heb ja. daar, ik weet niet hoeveel, 25 jaar gewerkt of ja. zo. En ik heb het ook allemaal langs zien komen. Het competentiegericht en die richtlijn en die richtlijn. Nee, het moest allemaal anders. En terwijl ik denk, ja, wat doe je die studenten aan? En een papierwerk ja. en een leeswerk. En de ruimte, kijk, daar trok ik me natuurlijk niet zoveel van aan, want ik denk dat je heel veel kan doen dat, zonder dat verbaast dat verbaast me dan weer. Dat verbaast me dat jij <laughs> dat. Dat, dat, oh ja? dat is een compliment, begreep. Uh, ja, oh, mooi. Ja. Oké, okay, ja, maar je kan dus heel veel doen met de studenten. Ja, er is binnen, ook nog wel regelruimte. Je ja, precies. Ja, totdat. Um, de computer de boel overnam en je alles in moest voeren. En, en, en nou, op een bepaalde manier nakijken. En je had nog maar één moment dat je de toets in kon zien. En, mm -hmm. en, oh. en wat zou voor nu voor de pabo's, voor de opleiding voor de leraar... De, de belangrijkste uh, de missie moeten zijn? Wat moet een student daar nou als mens leren? Wat je als mens daar moet leren, dat is ook wel zo lastig. Hè? Wat je moet leren, ik denk dat de eerste stap is... wie ben je? En wie ben je als mens en wie ben je als leerkracht? Want dat is bijna niet te scheiden. Hè? Je staat daar voor die klas als mens. Ja. En je werkt met hoe jij bent als mens. En we krijgen heel veel, nee, niet meer ik, zij krijgen als, als, als populatie hele grote verschillen binnen. Vers gestreken van de HAVO, ja. Uh, uh, ja. mensen die de route hebben gedaan van MBO 3 en MBO 4, maar ook zij in die al een academische opopleiding hebben. Je kan niet meer zeggen: Dit is de student. Maar wat je wel kan zeggen is: Wie ben jij nou? En wat wil jij meegeven aan die kinderen? Wat ik een tijdje deed, was dan nam ik een kaartje mee en dan deed ik dat aan. En dan zei ik, oké, okay, ik geloof dat als je naar je klas gaat, dat je elke dag een lichtje mee moet nemen. Hmm. Wat is jouw licht? Nou, daar ja. ja, zitten ze allemaal. <laughs> In welk hoofdstuk <laughs> staat dat? Ja, 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 oh, ja, ja, precies. Moesten we dat leren? <laughs> <Ja>. <laughs> maar het werkt ook wel. Ja. Het werkt ook wel om ja. na te denken, ja, maar wat ga ik brengen? Ja. En, en je, je laat ze een stukje verwonderen. Ja. In mijn ogen, als, ja. je, als je dat doet. Ja. Ik, ik uh, was even het snuffelen op jouw uh, mooie website. Ik wil je graag een gedicht van jezelf voordragen. <laughs> zou jij willen reageren hoe dit is ontstaan? Uh, ja, het gedicht. zeker. Ja. Het heet Alle mensen. Huh. Alle mensen, zei mijn moeder, als iets onvoorstelbaar was. En dat is het, alle mensen. Onvoorstelbaar. Dus tel ik de mens in zijn mening, zijn vader, in de zwaarte van zijn hart. Er is veel nodig om te worden. Het is hard zijn, mens. En zacht houden, mens. Ja. Ik geef je een staande ovatie. Doe alsof ik 150 mensen ben. Oké, oké. Ga je gang. Oh. Um, ja, nou volgens mij illustreert dat fragment uh, wat ik net zeg. Ik geloof in mensen en ik geloof in samen. En ik denk dat we het ook alleen maar redden als we het samen doen. Mm -hmm. En als we nieuwsgierig zijn naar elkaar. Ja. Wanneer, wanneer heb je dit gemaakt? Ik denk een jaar of vijf geleden. Oké. Okay. Ja. Was het een. Kan je het nog herinneren hoe het ontstond? Nee, want ik schrijf echt heel veel. <laughs> uh, maar überhaupt dat schrijfproces is. Um, ik zeg altijd eigenlijk ben ik een flatgebouw en als ik ga schrijven ga ik zo met in de lift een aantal yeah. etages lager en dan kom ik in de krochten van de intuïtie waar allerlei um, mm. woorden en zinnen invallen mm. en mijn moeder zei inderdaad alle mensen als iets uh, yeah. nou dat valt me dan in en dan denk ik ja alle mensen letterlijk genomen yeah. Hoe doen we dat? Want tegenwoordig is er vooral diversiteit en ik ja. weet niet wat. Maar hoe doen we nou het besef dat we allemaal mensen zijn? Ja, nou wat met. ik wat ik ook hoor in jouw gedicht, maar het kan zijn dat ik dat verkeerd interpreteer hoor, maar is dat je het hebt over samen, mensen met elkaar. Maar niet dat je daardoor hetzelfde wordt of dat je individualiteit nee, verliest. Dat kan helemaal niet. Nee, en dat moet je ook nee. misschien juist niet willen, natuurlijk. Nee. Ik geloof wel dat, kijk, in essentie hebben mensen mm -hmm. dezelfde emoties over. We worden verliefd en we ja. stralen en we nemen afscheid van een dierbare en ja. we gaan kapot van binnen. Of, ik denk dat dat dwars door alle lagen en mensen en culturen heen gaat. Alleen de manier waarop we dat uitdrukken is anders. Ja. En daar groeit de nieuwsgierigheid. Ja. 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 Naar wat is jouw kompas? Wat en hoe, is, ja, wat is jouw kompas? En. Wat is jouw gewoonte en gewenning? En mag ik daarin delen? Ja, ja. zo. Hoe zie jij de. de nou, de, toch, ik vraag toch over de toekomst of het ideaalbeeld over een, over een school. Je had het net over een gemeenschap en een leraar die daarin nou ja, een soort gids was, een reisgids wellicht. En andere docenten daarbij. Wij zijn met dit is onderwijs op zoek naar allerlei dwarsverbanden, ook naar buiten de school toe. Naar de omgeving van de school, dat kunnen bedrijven zijn, dat kunnen maakt niet uit. Mensen zijn die iets toe willen voegen aan een school. Hoe zie jij dat? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dan wordt het wel weer heel groot en ook snel. We hebben een idee en het liefst willen we daar dan in een tijdspad van drie jaar zijn, terwijl ik denk dat onderwijs en verbindingen aangaan een onzeker weten is. Dus je start eerst met een team, denk ik. Ga maar eens naar elkaar kijken als team. Hoe goed ken je elkaar eigenlijk? Mm -hmm. Ik zit ook heel veel in lerarenkamers in de, in de pauze als ik kom voorlezen of dan ben ik schrijver in de klas en dan zit ik te kijken en dan denk ik oh wat een dynamiek hier zeg. <laughs> dan kan je een boek wat, wat over er, schrijven. Ja, wat wordt er niet gezegd? Ja, ja precies. En wat zie je wel? Terwijl ik denk, laten we nou daar eens starten. Kijk naar ja. elkaar als mens en. Waardeer elkaar en geef elkaar complimenten. En zoals ik vroeger in de klas een complimentenmuur had, waarom niet in de lerarenkamer? Mm. Want, we, want we doen het goed hè, als we een compliment krijgen. En van daaruit bouw je naar de klas en je gaat naar elkaar kijken. Wat doe je aan een positief leer, leerklimaat? Wat heb je nodig? En pas dan, als dat een rust heeft, een soort pad heeft, dan ga je eens kijken wat zouden wij als klas. Als deze groep mensen nodig hebben voor input van buiten. Want it takes a village to raise a child. Maar ja. die, die zin gaat bijna niet meer op. Ja. Het het takes internet en een televisie. Het <laughs> takes a world. Wat. a world to raise a child. Ja, maar wat is dan die ah, wereld? Hè? Ja. Want dat is een illusie die ons voorgeschoteld wordt. Dus ga eens heel rustig kijken. Wat heb je nou nodig? En het is ook vaak simpel. Vroeger, toen ik een kleuterklas had, gingen we met z'n allen naar het postkantoor. Dat was dan, dan gingen we kijken en dan gingen we brieven nou, posten. Ja, dat. Dat. Nee, maar, dat, maar dat doe je tegenwoordig bijna niet meer, want het postcontrole is weg en de bank is ja. weg en de ja. supermarkt is zelfscannen en ik weet ja. niet allemaal wat. Dus hoe doe je dat dan? Wie ja. ga je zoeken? Ja, mooi. Zorgvuldigheid daarin. Ja, ja. en rust. Ja. En ik merk, hè, ik kom als schrijfster in de klas, dat is een andere rol, dan mag ik uh, daar lekker met zo'n klas aan het werk. Mm. Schrijven is een middel om stil te staan, ook mm. voor kinderen. Wat, wat is je verhaal en wat wil je vertellen en hoe kan dat dan? Het Gaan gebeuren wonderen. Ja. Margrethe, ontzettend bedankt voor je bijdrage en je adviezen uh, die oh. je aan ja. ons allemaal meegeeft. We hingen aan je lippen. En, oh. Ja, mooi. Tof. Dit was weer een aflevering van Dit is Onderwijs. Als je meer wil weten, dan kan dat gewoon. Ga naar de website ditisonderwijs.nl dit was Dit is onderwijs, een podcast waarin we proberen een verbinding te maken tussen het onderwijs en de wereld van morgen en die van de dag daarna. Dit is onderwijs is een samenwerking tussen Sax en Streekstad Centraal.